Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Het is maandag vandaag. En deze morgen hebben mijn ouders de taxi genomen terug naar de luchthaven. Die zitten in het vliegtuig. Wat dat betekent dat wij dus vanaf nu alleen zijn. Mathia. Papa. Oh. Buddyke en ik. We zijn zojuist gaan inkopen doen. Hij is een hele brave jongen geweest. En zoals je ziet, mijn huid, ja, het is heel veel beter geweest. Ik ben terug chocolade aan het eten. En Mathia, ben je wakker? Ben je wakker? Wat zit jij voor rare koppen aan het trekken, zeg? Ben je boos? Zo, wij zijn thuis. We hebben weer een hele lading zoals gewoonlijk. Alleen nu moeten we pampers en zo kopen. Er is er eentje grumpy. Maar het is nog geen tijd voor je eten, schat. Het is nog geen tijd. Oei, is er een potje. Buddy, en jij? Zit jij ook grumpy? Nee, hè? Je bent happy boy, hè? Wat heb jij? Oké, ik ga er eentje troosten. Mathia. Hoe knap kunt je zijn in je Nike-pakje? Hoe knap kunt je zijn? Stoere jongen. Tot zover ons slaapmomentje. Ik heb even de tijd gehad om mijn haren te wassen. Maar dat was het dan ook. Je bent al wakker. Je bent al wakker. Moet je knuffelen, hè? Mathia, moet je knuffelen. Goedemorgen, het is dinsdag vandaag. En vandaag is een heel spannende dag. Want het is de allereerste dag dat ik helemaal alleen thuis ben met Buddyke en met Mathia. Mijn ouders zijn vertrokken maandagochtend, gisterochtend. En gisteren had Bojan vrij, dus hadden we een dagje met ons de vieren. Maar vandaag moet Bojan terug gaan trainen natuurlijk. Dus wat dat betekent dat ik helemaal alleen ben met deze twee bandiets vandaag. Voor de eerste keer, buddy. Maar Mathia heeft heel goed geslapen deze nacht. We hebben maar één keer moeten opstaan. Die heeft 5 uur aan een stuk geslapen en 4 uur aan een stuk geslapen. En het is nu ondertussen 9:40. En hij slaapt opnieuw. Hij heeft juist een flesje gekregen. Ik ben de flesjes aan het steriliseren en ik ga proberen heel snel te douchen. Ik hoop dat Mathia blijft slapen. Oké, 3 seconden later. Jammer, daar gaat mijn douche. Hij was in slaap gevallen, terug opnieuw. Ik had hem gewoon zo'n touchje gegeven, dus ik heb me kunnen douchen en ik heb mijn haren kunnen doen. Dus dat is al gelukt vandaag. Zo, wij zijn zojuist voor de allereerste keer gaan wandelen samen met Buddyke. Want Buddyke moest pipi doen natuurlijk.
om te gaan wandelen met Buddyke en de koets. Als die dan trekt of een andere hond ziet, dan heb ik het vlaggen. Dus we hebben een kangaroo gekocht. En het gaat goed. Ça va. Mag niet klagen, hij valt er gewoon in slaap in. Dus voor hem is alles top. En we zijn geen hond tegengekomen, dus hij is niet beginnen trekken. Dus ik ben benieuwd voor de volgende keer. Hij is weer eventjes in slaap gevallen. Zo, goede avond. Het is ondertussen na 9 uur al. En Boyan is thuis. Die heeft 3 uurtjes op Mattia gepast, want ik ben voor mijn wimpers geweest. Ik heb terug wimpers. Het is lang geleden dat ik nog wimpers gehad heb. Dat is nog van 3 weken voor mijn bevalling, denk ik. En Boyan had nog nooit een kakapamper ververst. Boyan is gedoopt. Hè? Jij hebt kaka gedaan hè, toen het papa alleen was. En papa kon niet zeggen dat ik dat moest doen, hè? Papa moest het doen, want hij was alleen. Ja, je hebt geen papa gedoopt. Maar ik heb gecheckt, hij had het goed zuiver gemaakt. Alles was goed gelukt. Dus papa heeft de test doorstaan, hè. En zit jij niet content? Moet mama je anders pakken? Ja? Mattia is helemaal gefascineerd. Chica. Goedemorgen, het is woensdag vandaag. En Mattia ligt in bed. Die heeft een hele moeilijke ochtend gehad. Hij had krampjes en wenen en alles erop en eraan. Maar hij ligt nu terug in bed, is laat. Het is... Oh, wat heb ik nu weer met de oven gedaan? Oké. Het is nu 10 voor 11. En nu dat hij slaapt, ga ik heel even de tijd nemen om de badkamer uit te kuisen. De keuken heb ik juist al eventjes geveegd. Maar ik heb niet zoveel tijd met een pasgeboren baby. Dus de tijd dat hij slaapt, moet je nuttig gebruiken. Voor als iemand zou denken dat onze baby de perfecte baby is. Niemand heeft een perfecte baby. 10 minuten geslapen. En dan 10 minuten later is dit de toestand. Heel lief bij mij in slaap gevallen. Zo, het is ondertussen 2:30. En we hebben al een wandelingetje gedaan met ons drieën. Met Buddyke. Waar zit je? Hier. En het is vandaag zo'n dag dat Mattia alleen maar gepakt wil worden. Alleen maar geknuffeld wil worden. Niet wil slapen. Hier ligt hem nu 5 minuten in. Ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren. Hè? Bandiet. Bandiet. Moet mama spelen. Blije hupje. Blije hupje. Blije hupje. Mattia, speel met mij. Goed zo, vriend. Goedemorgen, het is donderdag vandaag. En gisteren was echt een mega moeilijke dag. Hij had heel de dag krampjes. Dus hij heeft heel veel geweend en heel veel gezeurd. Maar oké, hij heeft wel zalig geslapen. 1 keer 5,5 uur en 1 keer 4,5 uur. Dus het mag absoluut niet klagen. Maar we hebben dus het gevoel dat Mattia heel veel last heeft van krampjes. Omdat hij heel veel lucht inslikt tijdens het drinken van zijn fles, denken we. Als iemand hier tips voor heeft, of als iemand weet waardoor dat hij krampjes heeft, laat het me zeker weten.
Of als je tips hebt tegen krampjes, laat het hier ook maar gerust weten, want alles kan helpen. Maar wij hebben nu momenteel flesjes van Avent. Deze. Maar ik heb echt het gevoel dat hij daar heel veel lucht van binnen krijgt. Dus ik ga vandaag naar de apotheker gaan met hem om te kijken of ik flesjes kan vinden van Difrax. Ik heb op internet gelezen dat die heel goed zijn tegen lucht uit de fles laten. Dus dat die babytjes veel minder lucht binnenkrijgen als die van de fles drinken. Omdat die een S-vormige fles hebben, waardoor dat lucht minder binnen kan. Ik heb ook allemaal geen flauw idee van. Ik heb het maar gevonden op internet, dus ze kunnen het maar proberen. Dus dat ga ik vandaag proberen te zoeken in de apotheker of misschien in de babywinkel die hier dichtbij is. Maar ik ga eerst de apotheker proberen. Zo, ik heb me ondertussen kunnen douchen, mijn haar kunnen wassen, ik heb mijn make-up kunnen doen. En? We zijn ondertussen ook al naar de apotheker geweest, maar hadden ze helaas niet de flesjes die ik wil. Dus we moeten verder gaan zoeken, ofwel ze online bestellen, kan ik ook. Goedenavond. Rowan is thuis ondertussen. En we hebben sushi besteld. En voor zo lang het duurt. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag. En Bojan gaat vanavond naar de club. Want die hebben morgen match, dus die moeten weer daar blijven slapen. Dus je zou denken, Eileen, het is uw allereerste nacht en uw allereerste dag morgen alleen. Nee, dat is niet waar, want mijn zus komt vandaag. Samen met haar vriend, die zijn nu op de luchthaven en die zouden binnen een uurtje de lucht in moeten gaan. Als alles goed gaat natuurlijk. En dan zijn die dus namiddag hier en die blijven tot en met dinsdag. Dus dat is wel leuk. You're doing great, Daddy. Thank you, man. And he had again a really good night. Yeah, he's sleeping. He's sleeping really good. How many hours he slept first time? Six. 6 hours. Zij heeft eerst 6 uur geslapen, dan voeding gehad en dan opnieuw 4 uur geslapen. Dus hij slaapt als een roosje. But there's gonna be a time, Daddy, that he will not sleep so good. Oh no. So we need to enjoy him this night. Of course. Go on, mother. We are ready for that. En we zijn ons aan het klaarmaken, want we gaan ergens ontbijten. En dan gaan we nog kijken voor nieuwe pakjes voor Mattia, want Mattia zijn pakjes beginnen allemaal te klein te worden. Die hebben een Danamon voor baby's? Ja. We gaan take a look. En we gaan ook kijken voor die andere flessen waar dat een minder lucht van binnen krijgt. Want die had ik dus niet gevonden in de apotheker hier, dus we gaan eens kijken of we die daar in het shoppingcenter in de babywinkels kunnen vinden. Goedemiddag, het is zaterdag vandaag. En zoals je ziet is Severine er. En haar vriend Zeuren is er ook, die zit van voor in de taxi. Wij hebben de taxi genomen, want wij gaan naar een shoppingcenter. Want mijn zus is hier. De taxi. Mijn zus is hier. Volle dagen zijn hier. Volle dagen. Vandaag, zondag en maandag. Hè. En dinsdag vlieg je terug. Dus 3 dagen. Dus ik heb 3 dagen om Minsk te laten zien, dus we gaan vandaag al een deeltje doen. En vanavond heeft Bojan match, dus dat betekent dat hij morgen vrij heeft. En hij heeft ook nog maandag en dinsdag ook nog vrij. Dus we kunnen van alles nog gaan doen en van alles nog gaan laten zien. Maar Mattia heeft een beetje krampjes, zoals ik al had verteld in het begin van de week. En we hebben er vandaag eindelijk druppels voor gekregen. Laten we hopen dat die gaan werken. Zo, wij zijn terug thuis van het shoppingcenter. En Meti is goed aan het wandelen. Mattia was niet meer content. Maar nu wel, hè. Fijn, hè, zo wandelen met Meti. Ik heb ook nog iets gekocht. We zijn eerst naar de H&M geweest. Daar heb ik deze short gekocht. En dan zijn we ook nog naar een babywinkel geweest. Daar heb ik dit pakje gekocht. Want Mattia is al uit zoveel dingen uitgegroeid.
dat we even een nieuwe gekocht hebben. Goedenavond, is zondag vandaag. En Mattie heeft een hele goede dag vandaag. Alleen maar slapen. Oei, en gaat je nu toch wakker worden? Nee, toch nog niet, hè? Wat hebben we al gedaan vandaag? We zijn naar een shoppingcentrum geweest om te gaan lunchen. Dan ze hebben een beetje sightseeing gedaan. En dan hebben de mannen FIFA gespeeld en Bojan heeft alles verloren. Joking with me. Cat and dog. En nu hebben we eten besteld. Iets wat we nog nooit gedaan hebben, iets van barbecue-achtig. En morgen ben ik jarig. En is Mattia 1 maand oud. Oh, schattig zeet je. Gaat je wakker worden? Hey, Mattia. We hebben gewoon geen internet vandaag. Hey, buddy. We hebben geen internet vandaag, we weten niet waarom. 4G werkt niet, wifi werkt niet, niks. Hey buddy, no wifi, no 4G. No. Nothing today. Ik heb geen probleem misschien. Buddy, kom hier. Mattia bij mama. En buddy bij papa. Begint jij honger te krijgen, Mattia? Ik denk het, hè. Ga je flesje maken? Ja? Zo, de barbecue is er. Ziet er goed uit. Smakelijk. Dank je wel. Goedenavond. Mattia ligt in bed. Die heeft ondertussen zijn laatste voeding gehad. En we hebben ons klaargemaakt. Boy, dat is heel goed aan het klaarmaken. En dan gaan we slapen. Ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei! I can't get enough.